Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Thijs Meijer, zoon van een spoorwegveteraan en ook dit jaar ceremoniemeester namens de Stichting Herdenking Burma-Siam Spoorweg en Pakenbaru Spoorweg. Een herdenking anders dan alle andere jaren. Want waar ik hier vandaan altijd uitkijk over een veld vol genodigden, nabestaanden, belangstellende vrijwilligers en vooral de veteranen, zijn we nu noodgedwongen met slechts een kleine groep mensen aanwezig bij het monument. Dankzij de medewerking van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Brombeek kunnen we de plechtigheid rond het monument gelukkig toch door laten gaan. En met behulp van het mediacentrum van het ministerie van Defensie kunnen we dit ook met u thuis delen. Namens het bestuur van de stichting heet ik daarom, naast alle aanwezigen, iedereen welkom die de ceremonie nu op afstand volgt. Een bijzonder warm welkom bovendien voor de 5 veteranen die vandaag letterlijk in ons midden zijn, samen met hun familie en begeleiders. De herdenking had al een bijzonder accent, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar het reeds gekozen thema had niet toepasselijker kunnen zijn en luidt dit jaar Samen zijn. Het programma van vandaag richt zich, ondanks alles, juist op dat samen zijn en ziet er als volgt uit. De eerste handeling bij deze plechtigheid is zo direct het aansteken van een kaars bij het monument. Dat is ook het moment om thuis een kaars aan te steken en zo te benadrukken dat iedereen op afstand verbonden is met de herdenking hier op landgoed Brombeek. Rond het monument liggen inmiddels talrijke bloemstukken, een ware bloemenzee, geleverd uit naam van vele betrokkenen die hier vandaag niet kunnen zijn. Direct aansluitend aan het aansteken van de kaars zal de voorzitter van de stichting een toespraak houden. En tussen de verschillende sprekers en handelingen wordt de muzikale omlijsting verzorgd door Marcel Loentenang. U heeft hem zojuist al kunnen horen. En hij speelt straks nog het nummer Fragile. Voorafgaand aan de ceremonie zullen nog de eerste 4 kransen worden gelegd, gevolgd door een toespraak van onze gastspreker, de heer Kevin Pereboom. Kleinzoon van een inmiddels overleden Burma-Siam-veteraan die ook hier op Brombeek heeft gewoond. Kevin heeft samen met zijn vader de pelgrimsreis van 2019 naar Thailand ondernomen. Na deze toespraak van onze gastspreker luisteren we naar Stephanie Ramakers met het lied Leun op mij, begeleid door Marcel Loentenang. We zijn dan toegekomen aan de herdenkingsceremonie, waarbij 1 minuut stilte in acht zal worden genomen. En na het spelen van het Wilhelmus zullen de 2 laatste kransen worden gelegd, de inmiddels traditionele 3-generatiekransen. En de herdenking wordt, zoals altijd, afgesloten met een défilé. Dan is het nu tijd voor het aansteken van de kaarsen, hier thuis, in het land of waar deze plechtigheid ook wordt gevolgd. En ik nodig de voorzitter van de stichting Herdenking Burma-Siam Spoorweg en Pakenbaru Spoorweg, de heer Erik Broek-Roelofs, nu graag uit om deze kaars aan te steken. Als voorzitter van de stichting SHBSS wil ik allereerst mijn dank uitspreken aan het ministerie van Defensie dat ervoor gezorgd heeft dat wij ons vandaag welkom voelen op Brombeek en in deze bijzondere tijden toch stil kunnen staan bij de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakenbaru Spoorweg. Een welkom ook aan onze vaste bezoekers die elk jaar in grote getalen naar Brombeek komen, maar vandaag de herdenking van achter de computer moeten volgen. Jullie kunnen vandaag niet hier zijn, maar jullie hebben zeker van je laten horen. Met een prachtige zee van bloemen bij het monument. Het onderstreept voor mij nog maar eens wat voor hechte gemeenschap wij samen vormen. Achterban, bestuur, vrijwilligers en donateurs. Ik kan jullie niet zien, maar ik voel jullie nabijheid. Een groet ook aan onze vrijwilligers, die vandaag hier wel op het landgoed zijn. Jullie zetten elk jaar je beste beentje voor om de herdenkingsdag zo goed mogelijk te laten verlopen.
Voor het bestuur is jullie inzet elk jaar van grote waarde en we wilden jullie er vandaag daarom per se bij hebben. Vandaag voor jullie geen gele hesjes, geen geregel, geen gestres, maar samen de herdenking meebeleven, zij het op gepaste afstand. En tenslotte uiteraard een welkom aan onze veteranen, recht voor het monument, de plek die jullie toekomt. Alle dik over de 90 en soms zelfs richting de 100 jaar oud. Een herdenking met onze veteranen, maar zonder publiek. Wie had dat gedacht? Jos Wessels, Ed van der Locht, Guus Eekhout, Loek Banning en Bob Hartog, Hijs van der Lier. We hadden op jullie komst gehoopt, maar zeker niet meer gerekend. Het is prachtig dat jullie er juist vandaag bij zijn. Vanaf het moment dat de coronacrisis ook Nederland bereikte en alle grote evenementen werden afgelast, hebben wij als bestuur maar één ding voor ogen gehouden. We laten de herdenking doorgaan, op welke manier dan ook. De makkelijkste optie was geweest om het gewoon af te gelasten en een jaartje over te slaan. Maar de herdenkingsbijeenkomst is voor ons te waardevol. De vele positieve reacties die wij uit de achterban hebben gekregen op ons besluit om toch door te zetten, geef wel aan dat wij daarin zeker niet de enige zijn. En toch is dat herdenken een opmerkelijk iets. De oorlog is al 75 jaar voorbij en nog altijd staan we elk jaar bij stil en slaan we nooit een jaartje over. Waarom herdenken wij? Is dat voor familie, om te zorgen dat er nooit meer oorlog komt? Of misschien wel omdat het nu eenmaal zo hoort? Iedereen zal er zijn eigen antwoord op hebben. Voor mijzelf ben ik het beter gaan begrijpen toen ik vorig jaar een bezoek bracht aan een Benedictijnenklooster in het oosten van het land. Ik ben er een dag of drie geweest en heb met de monniken het dagprogramma doorlopen. Ruggengraat van die dag is dat Benedictijners 5 keer per dag op vaste tijden naar de kapel gaan om hun gebeden te zingen. Ik vroeg een van de kloosterlingen om de betekenis van dat vaste ritme. De monnik vertelde mij dat het vaste ritme, hun ritueel, zorgt voor herkenbare momenten om tot bezinning en reflectie te komen. En Erik, zei de monnik, iedereen heeft momenten van bezinning en reflectie nodig. Dat maakt ons mens. Om na te denken over waar je in het dagelijkse rennen en vliegen mee bezig bent en erbij stil te staan of dat nog wel past bij waar je vandaan komt, of het nog wel hoort bij wie je bent. Met vaste rituelen geef je structuur aan die reflectieve momenten. Als een bloeiende tuin waar je een hek omheen zet. Wij als monniken gaan 5 keer per dag naar de kapel, maar jij zal je eigen rituelen hebben. Zorg dat je ze herkent en koestert. Het zijn wijze woorden van een kloosterling en geven voor mij inhoud aan de behoefte die ik elk jaar voel om hier te komen en hier te herdenken. Niet iets om een jaartje over te slaan. Voor mij is de jaarlijkse herdenking een moment van reflectie. Brombeek een plek van bezinning. Een klooster in mijn leven. Het is een bron van inspiratie. Als ik denk aan mijn grootvader die op zijn 21ste jaar naar Indië vertrok. 6 weken op een boot naar een land waar hij niemand kende. Het avontuur tegemoet. En die zich bij tegenslag niet zomaar uit het veld liet slaan. Het is een bron van medemenselijkheid. Dus ik denk aan de krijgsgevangenen die ondanks de vreselijke omstandigheden toch naar elkaar omkijken. Zoals de vrienden van mijn grootvader die het eten uit eigen mond spaarden en hem de laatste dagen voor zijn dood in Kamp Rintin toch nog wat eieren toestopt. Het is een bron van kracht. Dus ik denk aan mijn grootmoeder die het verlies van haar man aan de Birma-Siam-spoorlijn heeft moeten opvangen. Berooid met 3 kleine kinderen op de mazelenboot terug naar Nederland en die ondanks alles in is geslaagd hen een fantastische opvoeding te geven. Het is een bron van mentale veerkracht als ik denk aan de krijgsgevangenen die de moeilijkste omstandigheden hebben moeten doorstaan. Maar na de oorlog in zijn geslaagd het leven toch weer op te pakken om voor anderen van waarde te kunnen zijn. De geest overwint, staat er zo mooi op het Indisch monument. En tenslotte is het een bron van geborgenheid om hier elk jaar samen te zijn. Samen met mijn vader en familie om stil te staan bij de geschiedenis die ons bindt. Samen te zijn met de vele bezoekers, gelijkgestemden, van wie we verhalen horen en met wie we emoties delen. Verhalen en emoties die er mogen zijn in alle vertrouwdheid, omdat we samen zijn.
Het is nu 75 jaar geleden dat de oorlog voorbij was. Een bijzonder herdenkingsjaar wordt dan gezegd, een mijlpaal. Maar wat is het anders dan 76 jaar of 77 jaar? De waarde van de herdenking is voor mij het moment van bezinning en het samen zijn. Net zoals de Benedictijners, geborgd in een ritueel dat we herdenking noemen. Het hek om onze mooie bloementuin. En daarom staan wij hier vandaag op onze vaste laatste zaterdag van augustus. Op onze vaste geliefde plek bij het Driepagonenmonument. Om de slachtoffers van de Birma Siam en Pakambaru spoorweg te gedenken. Om het verleden beter te leren kennen, zodat we het heden beter begrijpen. En om samen te zijn. Dit is het ritueel waarvoor wij geen wijken wilden weten. Ik mis natuurlijk wel de bekende gezichten in het publiek. Het praatje na afloop en een hand op een schouder. Maar ik voel jullie nabijheid en ik hoop dat deze bijzondere herdenking jullie toch de verfrissing biedt die het elk jaar geboden heeft. En dan zien we elkaar volgend jaar hier terug. Dank u wel. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the rain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, let's forget how fragile we are. Like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we
Wij gaan nu over tot het eerste deel van de kranslegging. En de eerste krans zal worden gelegd namens het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Brombeek door de commandant, vergezeld door een van de bewoners. De volgende krans wordt gelegd namens de inspecteur-generaal der krijgsmacht. Het bestuur van de stichting legt nu gelijktijdig twee kransen namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Koninklijke Thaise Ambassade. Ik had onze gastspreker van vandaag al geïntroduceerd en we zijn blij dat hij hier vandaag zijn verhaal wil delen. Ik geef het woord daarom graag aan de heer Kevin Pereboom. Herdenken. Zien, proberen te ervaren, maar niet kunnen voelen. November 2019 heb ik samen met mijn vader deelgenomen aan de pelgrimsreis naar het Burma-Siamspoor in Thailand. Georganiseerd door de Stichting Herdenking Burma-Siamspoorweg. Met een groep van circa 30 man en begeleiding zijn wij het spoor gevolgd van mijn opa, oud-Brombeek-bewoner Piet Pereboom. Niet eerder ben ik alleen samen met mijn vader op reis geweest. En indirect was het dan ook een reis om elkaar eens op een andere manier te spreken. Onze band te ontdekken samen. En een gemeenschappelijke interesse te onderzoeken. Onze opa en vader. Voor mijn vader zijn beste vriend. Voor mij een geweldige opa. Voor beiden een voorbeeld. Ik kende mijn opa als een sterke man. Altijd fit, positief in het leven staand. En trots op zijn verleden als militair. Als jong jongetje zag ik alleen de vele spullen die mijn opa had meegenomen uit Nederlands-Indië. Of die een link hadden met zijn verleden. Die zag ik vooral als de mooie spullen en verder hoorde hierbij de Soto Ayan en de mooie verhalen. Hij had het vooral over de grapjes die hij maakte met zijn kameraden, de Japanners die zij voor de gek hielden
en de mooie natuur en de fijne mensen daar in het verre Nederlands-Indië. Nimmer had ik enig idee wat zich ten tijde van de mooie natuur en die fijne mensen zich allemaal had afgespeeld. Tot ik geschiedenis kreeg op de lagere school en ik langzaam de andere kant leerde kennen van het koloniale verleden in Nederlands-Indië. En de rol van mijn opa als knilmilitair. Hoewel het gros van de stof zich richtte op de oorlog in Europa met Nazi-Duitsland, werd er enigszins wat aandacht besteed aan Nederlands-Indië. Pas toen dit echt aan de orde kwam en ik in 2010 mijn HAVO-examen deed en Nederlands-Indië een onderwerp was tijdens het examen, overleed mijn opa in 2008 hier op Brombeek. En kon ik de vragen zelf niet meer aan hem stellen. Nou hielp mijn vader uitgebreide documentatie bij over het verleden van zijn vader in Indië en had hij een groot deel van deze vragen nog wel kunnen stellen. Maar ook niet alle vragen. Ook bij hem bleven er vragen hangen. Uiteraard is hij op zoek gegaan. Maar het bleef bij herdenken. Zien, proberen te ervaren, maar niet kunnen voelen. Dit herdenken hebben wij altijd trouw gedaan op Brombeek, waar mijn opa de laatste periode van zijn leven doorbracht. Veelal in gezelschap van zijn jeugdliefde uit Indië, mijn tweede oma Ilse. Mijn opa was altijd bezig met zijn verleden in Indië en zag oma Ilse dan ook weer op een van de vele reunies. Met Ilse kon hij zijn Indië-verleden delen en heeft hij nog 8 prachtige jaren mogen beleven hier op Brombeek. Ilse overleed in juli 2019 en is uitgestrooid bij het monument van de jongenskampen hier op Brombeek. Op dat moment hadden wij de pelgrimsreis al geboekt. Dat kon geen toeval zijn en bevestigde onze missie om ter nagedachtenis van opa Piet en oma Ilse af te reizen naar het Thaise grensgebied met Birma om te kijken waar mijn opa als krijgsgevangene te werk was gesteld. In augustus ontmoetten wij het reisgezelschap hier op Brombeek en hoorden wij van iedereen zijn of haar motief om aan deze reis deel te nemen. Bijzonder vond ik het om te horen van de andere mensen hoe hun opa's, oma's, vaders, moeders, neven, nichten, ooms, tantes weinig verteld hadden over hun verleden in Nederlands-Indië. Bij velen bleek het een verboden onderwerp te zijn aan tafel, iets wat in de spreekwoordelijke doofpot werd gestopt. Des te meer bijzonder was het dat mijn opa hier wel veel over vertelde. De onzichtbare band tussen deze groep mensen, die er door het Indië-verleden van de dierbaren al was, werd op Brombeek bevestigd. Maar ook werd duidelijk hoe diep de pijn en het verdriet van het verleden van deze dierbaren nog zit. Het had geen plek, onbeantwoorde vragen, geen besef en geen gevoel. Bij een ieder nog altijd herdenken. Zien, proberen te ervaren, maar niet kunnen voelen. In november 2019 zijn wij vanaf Schiphol met het reisgezelschap onder leiding van een aantal bestuursleden van het SHBSS-bestuur naar Thailand vertrokken. In tegenstelling tot hoe mijn opa zijn tijd daar heeft doorgebracht, namen wij plaats in een prachtig resort met uitzicht op de beroemde River Kwai, onze thuisbasis voor die week. Tijdens onze reis werden wij begeleid door Sir Rod Beatty en zijn rechterhanden Andrew en Terry van het Thailand Burma Railway Center. Aan het werk dat zij in Thailand hebben verricht en hoe zij de geschiedenis daar in leven houden, zou een speech op zich niet onverdienstelijk zijn. Na een inleiding van Andrew in het resort zijn wij vertrokken naar Wang Po, een indrukwekkend stuk spoorweg. Ik vond dit meteen het meest aangrijpende stuk spoorweg van de trip en wil hier dan ook even kort op inhaken. Het stuk spoorweg is pal gelegen langs de River Kwai, waar een enorm stuk rots door de krijgsgevangenen is uitgehakt. Met een deel van de groep, zonder hoogtevrees, liepen wij gewapend met een koud blikje drinken over het spoor. Goed kijkend naar waar je je voet plaatste, keek ik naar het mooie uitzicht en de meterslange spoorweg waarvan het einde niet direct zichtbaar was. Iedereen hield elkaar in de gaten en door de hitte maakte het dat ik mijn blikje drinken al sneller op had dan de 350 meter spoorweg die wij daar moesten afleggen. Ik kon me niet voorstellen dat jonge mensen, jonge mannen hier het leven hebben gelaten, zijn afgebeuld. Wat moet er door hun hoofden zijn gegaan?
was er voor hen ook een einde van dit spoor. Een uitzicht. Hielden zij elkaar in de gaten? Of nam het overlevingsinstinct het hierover? Ik heb de wandeling over het Wang Po-viaduct als enorm aangrijpend ervaren. Ter nagedachtenis aan opa hebben wij in een uitgehakt grotje aan het viaduct een kaarsje aangestoken. Maar mijn inbeelden, wat zich hier heeft afgespeeld, dat lukte mij niet. Het bleef bij herdenken, zien, proberen te ervaren, maar de pijn niet kunnen voelen. Na het Wang Po-viaduct volgde een indrukwekkende reis van enkele dagen langs het Burma-Siam-spoor. Onder leiding van het TBRC-team zien we alle indrukwekkende punten van de spoorlijn en komt iedereen iets meer te weten over zijn of haar dierbaren. Naarmate de informatievoorziening groeit, groeit ook de band binnen onze groep, waar de bezetter ruim 75 jaar geleden mensen vernederde en uit elkaar dreef, komen mensen nu tot elkaar en wordt liefde en leed met elkaar gedeeld. Ik zou uren kunnen vertellen over de reis die wij in Thailand hebben gemaakt en de indrukken die we hebben opgedaan. Maar nimmer heb ik het gevoel gehad dat ik heb kunnen ervaren wat mijn opa daar destijds heeft moeten doormaken. De reis heeft mij nog trotser gemaakt op hem dan ik al was. En ik weet zeker dat hij ergens mee heeft gekeken. En dat hij trots is op ons, op mijn vader en ik, dat wij deze reis hebben gemaakt. En ik weet zeker dat hij vandaag ook meekijkt. Op de dag dat mijn vader en ik, vooral mijn opa, maar met hem alle slachtoffers van het oorlogsgeweld rondom het Burma-Siam-spoor herdenken. Op de laatste dag van de trip hebben wij op de begraafplaatsen van de gevallen krijgsgevangenen in Chunkai en Kanchanaburi een herdenkingsdienst bijgewoond. Speciaal voor ons als groep georganiseerd. Waar iedereen zich tijdens onze reis sterk heeft gehouden, nam de emotie hier soms de overhand. Mooi was het om te zien hoe iedereen na de dienst zijn of haar weg ging. Over de begraafplaats om in sommige gevallen een dierbare te zoeken en hier een bloem neer te leggen. Ook hier bleek weer hoe het verleden van een ieder de onderlinge band vandaag de dag sterkte. Iedereen zocht elkaar op en steunde elkaar. Zij hebben 75 jaar geleden gestreden voor de band die wij nu hebben. Daarom herdenken wij hen, omdat zij de pijn hebben gevoeld die wij niet meer kunnen voelen. Herdenken, zien, proberen te ervaren, maar de pijn niet kunnen voelen. Als het lijkt alsof
kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wachten is voorbij, leun op mij, leun op mij. Met dank aan Stephanie en Kevin voor hun bijdrage vandaag zijn we nu toegekomen aan de herdenkingsceremonie. Mag ik alle aanwezigen die daartoe in staat zijn verzoeken te gaan staan? Thank you.
Dank u, u kunt er plaats nemen. Met dank aan de Oorlogsgravenstichting mag ik meedelen dat uit de naam van de stichting onlangs kransen zijn gelegd op de volgende erevelden. Bij het vlaggenmonument op het Nederlands ereveld Louis Gacha in Indonesië. Bij het Birma Kruis op het Nederlands ereveld Menteng Pulo in Indonesië. Bij het Cross of Sacrifice op het ereveld in Chungkai, Thailand. Het Cross of Sacrifice op het ereveld Kanchanaburi in Thailand. En op het ereveld Tambur Zayat in Myanmar. Verder is ons gemeld dat de Oorlogsgravenstichting, met behulp van een finale schenking van het Van der Barselaar Trust Fund, op het ereveld Louis Gacha een hardhouten bank heeft geplaatst met een gedenkplaat voor de gevallenen aan de Pakkenbaru-spoorweg. Wij vervolgen nu met de kranslegging als eerbetoon aan hen die aan de beide dode spoorwegen zijn omgekomen en gedenken daarbij ook iedereen die deze oorlogsjaren heeft doorstaan, maar ons in de tussenliggende jaren zijn ontvallen. De laatste twee kransen die hier op Brombeek gelijktijdig zullen worden gelegd zijn de beide drie generatiekransen. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers aan de Burma-Siam-spoorweg wordt een krans gelegd door de familie Johannes. En ter nagedachtenis aan alle slachtoffers aan de Pakkenbaru-spoorweg wordt een krans gelegd door de familie Les. Bij deze kranslegging zijn wij toegekomen aan het défilé en daarmee aan het einde van deze plechtigheid. Ik wil van dit moment gebruik maken om een woord van dank uit te spreken aan allen die deze herdenking jaarlijks mogelijk maken. Allereerst aan het ministerie van Defensie, de commandant en staf van Brombeek voor de gastvrije ontvangst. Het regiment van Heuts dat als vanouds de sabelwacht levert en de fanfare bereden wapens voor de muzikale omlijsting. Verder alle donateurs die ieder jaar trouw bijdragen en het comité 4, 5 mei en het V-fonds voor hun financiële ondersteuning. En uiteraard de vele vrijwilligers zonder wie deze herdenking niet op deze manier kan worden georganiseerd. En vandaag extra dank aan iedereen die een bloemstuk heeft laten bezorgen en zo op afstand de herdenking heeft verrijkt en heeft bijgedragen aan het samen zijn. Namens het bestuur van de Stichting Herdenking Burma-Siam Spoorweg en Pakkenbaru Spoorweg neem ik nu alvast afscheid van u. Ik dank tot slot iedereen hier en op afstand voor uw betrokkenheid en uw aandacht. En hoop u volgend jaar weer in grote getale en in goede gezondheid op het landgoed te mogen verwelkomen. We gaan nu over tot de défilé en mag ik de aanwezige spoorwegveteranen en de begeleiders verzoeken om het défilé te openen. Thank you.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for men. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sounds of silence. The falling leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Thank you.
when you went away. The days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Yes, I miss you most of all, my darling, when autumn leaves.